In dit filmpje praten we over het concept NIMBY, een afkorting voor Not in My Backyard, wat zoveel wil zeggen als niet in mijn achtertuin. Je hebt deze afkorting misschien wel eens zien passeren. Hij had namelijk regelmatig de krantenkoppen wanneer men het heeft over lokaal protest. NIMBY wordt te pas en te onpas gebruikt door academici, beleidsmakers en burgercollectieven. Maar waar komt deze term vandaan? Hoe kunnen we hem begrijpen en is hij nuttig? NIMBY is geen nieuwe term. Sinds het begin van de jaren 80 wordt hij gebruikt om lokaal verzet van buurtbewoners tegen grootschalige bouwprojecten aan te duiden. Deze projecten zijn ongewenst omdat ze schadelijke effecten voor het milieu en de gezondheid met zich meebrengen. Vaak gaat het ook om de emotionele gebondenheid aan de plaats. Deze hangt samen met de sociale netwerken en identiteitsvorming van de buurtbewoners. NIMBY-protesten gaan gewoonlijk over projecten waarvan men vindt dat ze wel nodig zijn om de samenleving ten goede te komen, maar die men niet wil in de eigen leefomgeving. Dit kan gaan om industriële projecten zoals snelwegen, afvalverbrandingscentrales en bodem- en watervervuilende industrie, maar ook om andere bouwprojecten zoals sociale woningen, psychiatrische instellingen, gevangenissen en opvangcentra. De actiemethoden die werden toegepast in NIMBY-protesten zijn onder andere open brieven naar de beleidsmakers, petities, mediaartikels, burgerinterpellaties, administratieve en juridische acties en vormen van collectieve actie zoals protesten. De eerste NIMBY-bewegingen kwamen voor aan het einde van de jaren 60 en het begin van de jaren 70. In ons land was een van de eerste NIMBY-protesten het verzet tegen de aanleg van de E10-autosnelweg door het Peertsbos in Braschaat in 1969. Maar welke plaats heeft NIMBY vandaag? Meer dan 50 jaar na dat originele protest rond het Peertsbos. NIMBY is een onderwerp dat frequent wordt onderzocht binnen de sociologie en de politieke wetenschappen en ook al vaak werd verlicht. Maar, ondanks de verschillende oproepen om de term te herzien en in een minder negatief licht te plaatsen, wordt hij nog steeds te pas en te onpas gebruikt. Uit de literatuur leren we dat NIMBY drie verschillende betekenissen kan aannemen. In de eerste plaats zijn er studies die NIMBY bekijken als een reactie uit onwetendheid. Dit is een visie die ervan uitgaat dat de burgers het bij het foute eind hebben. Een tweede visie ziet NIMBY als een egoïstische reactie van buurtbewoners die de impact van de lokale ontwikkelingen niet in een breder sociaal en ecologisch kader kunnen plaatsen. Volgens een laatste visie is NIMBY een bedachtzame reactie. Lokale tegenstand wordt hierbij gezien als een gegronde en goed beargumenteerde bezorgdheid over lokale ontwikkelingen. De term zorgt bovendien voor een onterechte opdeling tussen NIMBY en niet-NIMBY-bewegingen. Ook buiten het academische veld krijgen burgerprotesten zowel door beleidsmakers als door andere burgercollectieven het NIMBY-label. Dit zorgt voor de willekeurige legitimatie van het ene protest en het ontkennen van het andere. Moeten we vandaag de dag dus nog spreken over NIMBY wanneer we lokale protesten willen aanduiden? NIMBY wordt nog steeds gekaderd als een argument van de rijke, hoogopgeleide middenklasse dat sociale en ruimtelijke uitsluiting zou verder zetten. NIMBY wordt verweten aan en tussen verschillende belangengroepen en ontneemt vaak de legitimatie van burgerbewegingen. Hierdoor komen stedelijke conflicten, die zich op een ruimere schaal dan enkel het lokale afspelen, op de achtergrond. Dit terwijl de belangrijkste oorzaak voor NIMBY-bewegingen ligt in het lage vertrouwen in de overheid door gebrek aan publieke inspraak. Opdat lokale ontwikkelingen worden ervaren als rechtvaardige ontwikkelingen, moet daarom rekening worden gehouden met twee criteria. Ten eerste dat de ontwikkelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke expertise en ten tweede dat de voorkeuren van de lokale bevolking in rekening worden gebracht.